dat veel mensen nog met vragen zitten over het Zika-virus en microcefalie kwam gisteren duidelijk naar voren tijdens de gespreksavond van Ypsilon Suriname. In de conferentiezaal van het Psychiatrisch Centrum Suriname PCS ging Farik Kariman, assistent-psychiater van het PCS, in op de vele vragen die op hem werden afgevuurd. Tijdens zijn presentatie het Zika-virus en microcefalie, feiten en of fabels, oorzaken, behandeling, verloop en gevolgen gaf hij uitleg over het virus dat sinds vorig jaar de wereld in zijn greep heeft. Ook in Suriname zijn er vele gevallen van het Zika-virus geconstateerd. Dit virus werd in 1947 bij apen in Angola ontdekt en 6 jaar later voor het eerst bij de mens. Onderzoek wijst uit dat er meerdere manieren van overdracht van het virus zijn. Met name via het bloed van de Aedes aegypti muskiet, van moeder op kind en via seksueel contact. Symptomen van het Zika-virus zijn onder meer dikke enkels, pijn over het hele lichaam, ontstekingen aan het oog en huiduitslag. Symptomen die kunnen komen zijn, duidelijk, zijn hoofdpijn. Mensen kunnen heel erg veel hoofdpijn hebben. Uitslag, wat jullie ook hebben gezegd, rode grote pukkels kunnen ze krijgen tot heel erg veel jeuken. Koorts, pijn bij de gewrichten, rode ogen en ook nog diarree. Dat zijn de symptomen van Zika-virus. Het verschilt van persoon tot persoon. De ene kan het mild krijgen en de andere kan het heel ernstig krijgen. De milde vorm. De milde vorm, ja. Want de mensen krijgen heel erg of matig pijn en heel erg weinig jeuk, maar de andere kan plat liggen van de pijn. Maar het hangt er ook van persoon tot persoon af, hè? De ene verdraagt meer pijn dan de ander. Hoe lang duren deze symptomen? Want ik heb een vriendin, laat dat 2 jaar over. Ze zeggen dat de gewrichtspijnen soms langdurig aanhouden. Ze kunnen soms 6 maanden tot 1 jaar blijven. Omdat die gewrichten worden aangetast. Maar de uitslag van hun handen, ogen, rood worden van die ogen, die gaan wel eerder weg. Nu, iemand, een mens, of je hebt iemand gezien in je buurt, die heeft deze symptomen. Maar dan wil je wel zeker weten of het echt Zika-virus is of niet. Dan gaat men onderzoek doen. En dan doet men eigenlijk gewoon algemeen bloedonderzoek. Dat wil zeggen dat men gaat naar je rode bloedcellen kijken in je lichaam, naar de witte bloedcellen. Maar ga kijken naar de bloedplaatjes. Bij dengue gaan de bloedplaatjes omlaag. Bij Zika-virus kan bijvoorbeeld de witte bloedplaatjes omlaag gaan. Dat is algemeen onderzoek. Wil je bijvoorbeeld een specifiek labonderzoek doen, dan ga je specifiek proberen om deze virussen te kweken. Of eigenlijk stoffen, we weten allemaal, dat wanneer vreemde lichamen, dus virussen en bacteriën in ons lichaam komen, dan gaat ons lichaam dan antistoffen produceren. Precies zo, als er soldaten van buiten uitkomen, dan gaan wij ons geweren maken om tegen hun te vechten. Precies zo gaat je lichaam dan antistoffen maken. En deze antistoffen kan je dan ook aantonen in bloed. Dat kan je dan zo'n onderzoek dan doen. Dat zijn specifieke onderzoekingen. Een complicatie van Zika-virus is microcefalie. Daarbij is er sprake van baby's die geboren worden met een te klein schedel. Baby's die met microcefalie worden geboren, krijgen ontwikkelingsstoornissen, zegt Kariman. Dit verschijnsel heeft verschillende oorzaken. Erfelijkheid of schadelijke invloeden van buiten, zoals een infectie door een bacterie of virus. En dus mogelijk ook van het Zika-virus. Weinig zuurstof, wanneer zo'n ongeboren kind weinig zuurstof naar binnen krijgt. En ook alcoholgebruik van de moeder. Soms komt het ook voor dat die schedelnaden te vroeg dicht gaan groeien met elkaar, waardoor er geen kans is of zodat zo'n schedel zich goed kan ontwikkelen. Dus is er een ontwikkelingsstoornis, een ontwikkelingsachterstand. Wat had men gemerkt? Dat in Brazilië plotseling er veel kinderen dan normaal werden geboren met een kleiner hersen. Dus dan zijn ze een onderzoek gaan doen om te kijken waarom komt het dan voor. En er zijn een heleboel theorieën tot nu toe ontstaan. Niet allemaal zijn waargemaakt. En we weten ook niet precies wat het is. Suriname zelf doet ook een onderzoek dat ze ook terug gaan kijken. Dus in perspectief. Want er is een kindje geboren met een kleine hersenen. Is moeder ooit iets besmet geraakt met het Zika-virus? Of juist, je hebt een moeder gezien met het Zika-virus. En die ga je dan doorvervolgen om te kijken wat voor kind er naar buiten komt.
Wat we zien bijvoorbeeld, dat deze kinderen een kleiner schedelomvang hebben dan normaal verwacht. En dan hebben ze dat, daarbij, horen dan ook, stoornissen. Dus bepaalde van die kinderen zijn heel erg gehandicapt, dus of beperkt, laat ik zo zeggen, of die anderen zijn minder beperkt. Dat verschilt van kind tot kind. Je krijgt dan alvast stoornis in de motorische ontwikkeling. Mensen kunnen hun lopen gaat niet goed, staan gaat niet goed, ze beginnen later te lopen, te zitten, hun spieren zijn niet goed ontwikkeld. Gedragsproblemen. En dan komen we daarbij de geestelijke gezondheidszorg. Deze mensen kunnen dan op de duur gedragsproblemen ontwikkelen. En dan kan er dan hierbij ook de psychiatrie daarbij een rol komen spelen. Epilepsie. We moeten allemaal dat epilepsie makkelijk vertaald dat er een stoornis is in overdracht van bepaalde impulsen. En dan krijgt men dan epilepsie. Farik Kariman, assistent-psychiater van het PCS over het Zika-virus en microcefalie. Hij besluit met te stellen dat het niet vanzelfsprekend is dat zwangere vrouwen die besmet zijn met het Zika-virus een microcefaal kind ter wereld brengen.